Ik heb het script echt in één ruk uitgelezen. Dat we niet vervallen in patronen die we al kennen. Moet je opnemen? Voor het producer. Ik speel Martin Oudkerk. En ik speel Noora. Noora is getrouwd met Martin. We hebben samen een kindje, Max. En Max is slechthorend. Martin heeft een hele heftige jeugd gehad. Hij had te maken met mishandeling. Is toen Henk tegengekomen en Henk werd zijn surrogaatvader. Ik heb een wereldidee. Ik ga even naar school. Martin is naarmate hij ouder werd en bij de politie ging werken, informatie door gaan geven aan de criminele organisatie van Henk. En dat ging eigenlijk heel lang goed. Tot een nieuwe organisatie zijn intrede doet. Jij en jij werken nu voor ons. En dan komt hij in hele grote problemen. En hij is hier. Moet je opnemen? Sorry, ja, de producer. Nou, dit is dus eigenlijk onze relatie. Hallo. En dan gaat hij zijn excuses aanbieden zometeen. Sorry hoor. Excuses. Ik ben jarenlang zelf acteur geweest en dat ben ik nog steeds. En ik heb nu net een iets andere functie. Ik heb deze serie bedacht samen met Simon de Waal. Het is een ongelofelijke eer als je gaat casten, wat natuurlijk ook raar is omdat je zelf heel vaak auditie hebt gedaan. Gewoon alleen maar fantastische acteurs ziet langskomen. We hebben een fantastische mix en ja. Dit is gewoon een droom. Wat ik ook heel erg goed vind aan de cast is dat Max, dus ons zoontje, in het echt heet hij Ravi, dat jij het heel erg belangrijk vond dat het ook echt een doof jongetje was. Dat vind ik wel heel goed voor, weet je, diversiteit en inclusiviteit. Daarom ben ik ook ontzettend trots dat onze cast zo divers is en dat iedereen kan helpen met een daadwerkelijke realistische weerspiegeling te geven. Dat we niet vervallen in patronen die we al kennen, die voor ons zijn gemaakt, maar dat we die proberen te doorbreken en dat we daarmee realistischer weergave krijgen van onze maatschappij. Ik las het script en ik heb het script echt in één ruk uitgelezen. Ik vond het zo spannend. Het is goed geschreven, goed gedaan. Dank je. Dat is het enige wat we gaan gebruiken. De rest knippen we eruit. Sleepers is nu te zien op Videoland, dus ga kijken.